ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik al oftewel werd. En vandaag heb ik diamonds gevonden. Dus ik heb in totaal 13 diamonds gevonden in 3 veins, zeg maar. 3 verschillende veins. De eerste keer 4, de tweede keer 4 en dan nog eens een keer 5. Dus ik heb nu 13 diamonds, maar voor het bewijs, roll the clips. Oké, bewijs genoeg dus dat ik inderdaad diamonds heb. En ja, ik weet dat mijn zwaard echt gewoon heel bijna kapot is. Daarom heb ik ook een tweede zwaard bij. Oh, mijn inventory is nog helemaal vuil. Dus met die diamonds ga ik vandaag een diamond pickaxe maken. Hier zitten ze. Een diamond pickaxe maken. En dan gaan wij obsidian minen. Eerst even al mijn brol uit mijn inventory halen. Dat mag weg, dat mag weg. Dan ga ik hier zo. Zo. Oh, ik ben nog wat vergeten. Hier. Dan gaat de helft daar. De andere helft daar. Ga ik hier nog wat hout. Ik ben dus inderdaad naar beneden verhuisd. Alleen niet helemaal. Ik heb mijn huis boven natuurlijk nog altijd staan. Maar ik heb hier mijn chestkamer. Waar ik op dit moment het meeste van mijn spullen heb liggen. Ik heb nog altijd spullen boven liggen. Maar totaal niet alles. Maar bijvoorbeeld deze twee dingen die ik nu nog in mijn inventory heb. Dat zijn zo plantdingen. Die doe ik wel bovenweg. Omdat ja... Ja, die horen gewoon niet echt thuis in de grond. Ik heb ook mijn kippen... mijn varkens heb ik een klein beetje een hokje uitgebreid. Dat heb ik kunnen doen. En ik heb hun ook gewoon laten paren. Laten paren. Met de wortels die ik gisteren heb gevonden samen met Rune. Ik ga nu terug naar beneden en dan ga ik mijn diamanten halen voor een diamond pickaxe te maken. En dan gaan we gewoon in de cliff gewoon obsidian minen. 1, 2, 3. Zo. 1, 2. Zo. En dan gaan we hem gewoon maken. 3. 2, 1,
Bam! De eerste diamond pickaxe is binnen. Oké, nee, ik ga die niet vervangend zetten. Ik ga die gewoon zo aan de kant zetten. Want ik ga het sowieso niet met main pickaxe maken, want daarvoor heb ik nog niet genoeg diamonds. En ik wil deze pickaxe wil ik ook niet kapot maken, want ik wil die zo ergens ophangen, zo van de eerste diamond pickaxe van deze serie. En ja. Ja, ik weet ook niet waarom. Ja, oké, dan gaan we nu even. Oei, jongens. Ja, hier zitten heel veel wolven, dus alle schapen worden hier doodgemaakt. Daarom heb ik ook van die rond die schapengat heb ik van die bloemetjes gezet. Waardoor wolven eerder doodgaan dan dat ze erin gaan. Dus daarmee hou ik mijn schapen veilig. Very smart. Ik kon natuurlijk ook gewoon de hekjes laten staan, maar ik vond dit gewoon een beetje praktischer, omdat ik er minder voor nodig had. Oei, ik heb honger. Ik had ook hekjes nodig voor mijn andere gebouwen die ik heb gebouwd. Ik heb beneden een klein beetje zitten minen voor van alles en nog wat. Dus ik heb hier een waterstroompie. Ik heb mijn water mee, ja. Oké. Oei, daar ligt nog kobbel. Dat ga ik wel even meepakken. En hier beneden is dus ook heel veel obsidian. Want ik heb hier heel veel water gebruikt voor over de lava te doen. Omdat dat iets veiliger is. Dan doe ik een beetje zo. En dan is het veilig. Het probleem is wel dat daaronder wel nog altijd lava zit normaal. Dus ja, daarvoor moet ik oppassen. Dus wacht, waar is een blok? Oei, oké. Ik kan het moeilijk zien, dus ik ga gewoon hier. Dus ja, dan gaan we opzien. Oké, dat is, ja, too bad. Oké, wacht, als ik het zo doe en dan ga ik hier minen, dan gaat het normaal dat de lava eronder op, ja, direct obsidian worden, dus dan krijg ik deze obsidian wel gewoon. Oké, ik denk dat ik één blok obsidian heb, ja. Kijk, hier zitten dan. Dan ga ik deze nu. Ik moet in totaal 10 hebben voor een nether portaal helemaal vol te maken. En dus dan ga ik er nu 10 minen. Ik zie jullie als ik klaar ben met 10 obsidian te minen. Oeh, dat was close. Ik zie u in mijn cave. Oké. We zijn klaar met het minen. Ik heb er direct 15 gemined. Want later kan ik dan ook met die obsidian die enchantment table maken. Ik weet dat je daar maar 4 voor nodig hebt. Maar ik weet niet, ik kan altijd wel een extra gebruiken. Ik ga mijn diamond pickaxe en een paar obsidian, 5 obsidian, ga ik in deze chest doen. Dus niet vergeten werd die chest. Ik heb onderweg ook nog wat slimeballs gekregen, want er waren wat slimes die boos waren aan het doen. Die ga ik anders ook nog wel daarin steken. En mijn zwaard is dus gewoon nog altijd niet kapot. Oh fuck, ik heb ook flint en steel nodig. Oh. Ik heb een vuil woord gezegd. Niemand heeft dat gehoord. Nee, wacht. Zo. En dan kan ik flint en steel maken. Zo. En dan maak ik hier de ender portal. Oké, dan ga ik die ook direct aansteken. Oké, ho, ik dacht even dat het niet werkte. Oké, deze ga ik ook direct daarin steken. Deze guy kan dus ook gewoon direct daar steken. Wajo, ik heb een trophy into the nether. Ik ben dus nog nooit in de nether geweest in Minecraft Survival. Het is erg gesteld met mij. Die ene wil ik ook nog wel daar doen. White wool, dat moet ik eigenlijk boven doen. Deze allebei. Oh, oké. Misschien. Ja, nee, ik ga gewoon in de. Ik ga er gewoon in. Oké. Dan gaan wij nu gewoon voor het eerst naar de nether in Minecraft Survival, in deze survival serie. Ik ga daar niet te veel doen. Oh, wacht, nee. Nog niet gaan. Oké.
Ik ga nog wel een klein beetje cobblestone meenemen, zodat ik daar een kleine basis kan maken. Zo. En dan gaan we nu... Oei, building terrain. Kijk, kijk, kijk. Ho! Ho! Kutspawn. Oké, dit is best gevaarlijke spawn. Ga ik gewoon heel eventjes hier een muurtje bouwen. Gewoon ook hier even. Zo. Ga ik ook hier zo doen. Zo. Altijd eventjes een kleine basis bouwen. Oh, die wou ik daar niet plaatsen. Zo. Zo. Eigenlijk moet die daar ook niet echt staan. Oh, shit. Zo, zo, zo. Zo, en oh! Dat is zo, en zo'n ding zo. Kijk, kijk, kijk. Dan ga ik ook eventjes naar de andere kant kijken. Wajo. De nether is wel echt gewoon vet. Wajo. Oké, daar is glowstone. Dat wil ik eigenlijk Oh, wat hoor ik ook allemaal? Oh, daar is die. Shit. Niet boos worden. Oké. Ik ga gewoon... Hier ook eventjes. Ik ga dat zo. Gewoon eventjes om een veilige plaats te hebben. Zo. Zo. Misschien ga ik toch nog terug naar de overworld moeten gaan, want ik heb niet genoeg stenen meegenomen. Oh, nee, nee, die is boos. Oh, overworld, overworld. Oh. Oké. Oké, dat was eng. Wajo, dat was eng. Meer stenen. Meer stenen. Zo, dat zou wel genoeg zijn. Oké. Ik ga... Ja, gewoon terug. Ik ga gewoon terug. Oké. Beter die gast is niet nog altijd boos op mij. Oké. Ah ja. Oké, hier brandt nog. Oké, oké. Nee, ga weg, gast. Oké, perfect. Gewoon eventjes voor defense. Oké, ik vind ghosts niet leuk. Oké, oké, oké. Ik wil naar daar, want ik wil glowstone hebben voor... Oh, ik heb echt ghost. Oh. Oh, maar nee, maar dit is eng. Ik wil hier toch niet over bridgen. Oh, dit vind ik niet leuk. Zeker met twee ghosts. Misschien moet ik eerst die ghost uitschakelen. Kom dan, ghost. Kom dan. Hier is ook zo'n nethergoud, zo. Good ghost. Oké, die ziet mij niet. Misschien ben ik dan... Oh, ik vind die geluid niet leuk. Ik ga gewoon zo dubbel bridge. Oh, maar die maken zoveel geluid. Ik ga gewoon dubbel bridge. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Good ghost. Oh, dit is vies eng.
Kan trouwens water hier spawnen? Nee, oké, dat dacht ik al. Fuck, nu ben ik mijn water kwijt. ik ga het hier gewoon een klein beetje mooier maken. Gewoon een klein beetje. Zo. Ik heb ook ondertussen al een plan over hoe ik... hoe ik mijn volgende basis ga maken. Ik heb het al in een creative world gemaakt, maar nu moet ik nog een goede jungle biome vinden voor het te plaatsen, zeg maar. Maar ja, dat heb ik nog niet. Fuck. Kom dan, kast. Zou ik niet zo... ik weet niet. Ik vind lava niet leuk. En lava gaat alles weg. Oh, maar die geluidjes ook. Is dat een Enderman? Da fuck. Oké, ik ga gewoon nog een klein beetje door. Oh, die ghasts. Ik zou eigenlijk ender pearls moeten hebben voor te kunnen pearlen. Maar die heb ik niet. Ik heb nog geen endermens gezien. Oh, die muziek gaat ook luider. Nee, ik kan nog niet weten. Oh, dit is eng. Ik heb ook nog maar een halve stek blokken. Goh. Ik vind het niet leuk. Oké, daar is de glowstone. Ik ben er best dichtbij. Klein stukje. Maar ik ben ook zo op een plaats, zo in het midden van alles, waar dat al die ghasts mij altijd kunnen zien. Dus niet de beste spawnplaats, maar ja, wat kunnen we daaraan doen? Oei. Ik heb geen blokken meer. Nee, ik had het niet voor wagen. Ik kan ook blokken halen. Oh. Ik vind de einde gewoon de nether vind ik echt gewoon heel eng. Want kijk, ik heb hier al die fakkel staan, maar dat is natuurlijk niet mooi. Daar wil ik glowstone, dus ja. Maar ja, een glowstone is alleen in de nether te vinden, dus. Oeh, oké. Okay. Building terrain. Yes, yes, yes. Let's go. Oké, wacht. Zo. Ik zie geen ghast. Oké, daar is een ghast. Peter, die ziet me niet. Ik kan nu zo gaan. Ik ga eten. Ik vind die ghast niet leuk. Ik ben nu boven blokken, maar ik weet niet. Ga ik hiervan sterven van deze val? Ik denk het niet, maar... Ik weet het maar nooit, hè. Ik had toch maar een klein beetje verder. Ik kan nu ook weer zo schuin beginnen gaan. Voor op die berg hier achter mij te komen. Zodat ik daar gewoon heel flink kan afstappen. In de plaats van hier helemaal naar beneden te springen. Want ik weet nooit, misschien val ik verkeerd of zo. Ja, ik weet ook niet. Ik vind de nether gewoon heel eng. Ik ben nog nooit echt gewoon serieus naar de nether geweest eigenlijk. Alhoewel, ja, ik ben er wel geweest, maar... Ja.
Ook nooit in de nieuwe Nederlandse. Fuck, fuck. Fucking klote guest. Nee, nee. Wat? Easy clips. Oh, ik vind die guest nu ook wel echt heel eng. Vanaf hier ga ik wel springen. Dan kan ik zo. Zo, dan ben ik er. Oké, kan ik deze lava meenemen? Oké, die zit best wel ver. Ik ga dan hier naartoe. Oh, maar nu moet ik ook hier helemaal. Wacht, ik kan hier onder een platformpje maken. Zo. Oh, good ghost. Wat? Wat? Nee. Kijk, kijk, kijk. Niet veilig. Ik vind die ghost echt niet leuk. Je hebt ook van die mormels daar op de lava. Oké, die blok zijn we kwijt. Oké, beter, dat kan gewoon. Ja, oké, dat kan. Oké. Die ga ik gewoon laten gaan. Dan ga ik hier gewoon even een klein platformpje boven bouwen. Onderbouwen bedoel ik. Ik vind de nether. Wauw joh. Nederlands is moeilijk. Ik vind de nether zo eng dat ik niet meer kan spreken. Oh. Dit is zo eng. Kijk ook helemaal wat ik heb gebouwd. Zo. Nee, kut. Stop. Stop gewoon. Gekut. Kutcast. Au. 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 Stop met branden. Stop met branden. Oké, ik ben gestopt met branden. Oké, zo, die was een klein beetje laat. Kutcast. Oh, dit is echt heel eng. Oh, fucking guest. Maar, ligt dat aan mij of zijn er echt gewoon heel veel casts in deze end? Nether. Want... ik heb echt het gevoel alsof dat er hier echt gewoon 10 zitten op echt gewoon 1 vierkante meter of zo. Kut. Oh, ik haat echt van die. Ja. Ah, ik haat die geluidjes. Ja, rip. Oké. Nu ga ik ook gewoon terug naar de overworld. Hoe? Zo. Zo. Oeh, ja, dit is al wat anders dan een creative world en wat bouwen. Ja. Kom nooit meer terug naar de Nether. Oké, okay, waarschijnlijk wel, maar. Ja. Liefst niet. Oké.
Oké, ik kon echt niks zien. Ha, oh, eten. Eten. Oké, ik heb nu best wel wat glowstone. Dus, allee, glow powder. Heet dat denk ik. Glow dust. Wacht, ik moet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Denk ik, of 8. 8. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bam. Die gaan we dan daar zetten. En dan, normaal kan je perfect ertussen. Ja. En dan zo. Ja, hier is dat niet moeilijk natuurlijk. Hier ook niet. Hier ook niet. Zo. Oh, kut. Deze is wel moeilijk. Oké, zo. Zo. En zo. Oké. Hier moeten trouwens nog best wel wat chests komen. Oh, oké, ik was nog niet klaar. Ik dacht al van, ik heb het toch miscount. Oké, dit ziet er goed uit. Nu kan ik hier gewoon ook... Ja, het ziet er goed uit, ziet er goed uit. Ik ga dan nu... Ja, ik ga dat ook gewoon... Ik ga gewoon echt alles op dit moment gewoon hierin steken. Want ja, waarom ook niet? Dat kan ik later dan wel een beetje ordenen. Ah ja, wacht, dat wou ik doen. Ik wil een beetje... hier wil ik er... Wacht, nee, ik wil er eentje van houden, zo. En dan heb ik nog 2 diamonds nodig. Zo. Oh, dat is niet de bedoeling. En dan heb ik een boek nodig. Hoe maak ik een boek? Dat is met leer en papier, denk ik. Of leer en... Ja, leer en papier is dat. Papier, daarvoor heb je sugarcane nodig, denk ik. Dus... leer heb ik normaal ergens wel. Maar hier een stukje verder is normaal sugarcane. Hier liggen nog wat pijlen. Altijd handig. Oh, dat is een konijn. Hallo konijn. Staat hier sugarcane? Hier, een beetje verder denk ik nog. Denk ik. Denk ik. Staat die hier nog? Oei. Is het nog verder? Ja, oké, daar staat het. Oké. Oké, zo, 6 sugarcane. Ik kan dat ook niet terugplanten, want ja... Waarom zou je dat wel doen, hè? En dan heb ik hier ook direct een koe staan. Oh, ik heb niet eens leer ervan gekregen. Maar normaal heb ik nog wel leer ergens. Hey, kijk, ijsbeer. Ja, die leven hier. Very nice. Het is ook donker aan het worden alweer. Wajo. Oké, perfect. En dan ga ik nu hier naar binnen. Ha, die witch is aan het sterven. Try me, bitch. Ah ja, ik heb een powerboog hierin zitten. Een boog met power van een skelet die ik heb doodgemaakt. Ah, oh, die gaf mij geen boog. Oké, papier. Hoe maak ik papier? Zo dus. Oké, dus ik heb 6 papier en... Oké, 4 papier en 1 leer. Heb ik nodig. Dus ik kan maar 1 boek maken, maar ik heb ook maar 1 boek nodig. Dus ja, oké. Ik ga slapen en dan ga ik naar beneden. Naar de mine. Ik heb de laatste tijd best wel veel zitten minen. En die clip dat je in het begin van de video hebt gezien, dat was dus ook gewoon echt maar een paar seconden van echt gewoon uren minen. Ik heb wel een stukje gemined, ja. Ik heb dus hier helemaal, elk van deze gangen heb ik helemaal 100 blokken lang. Oh ja, hier deze nog niet. Maar deze allemaal 100 blokken lang en beneden ook nog. Dus in totaal 8 hierboven. En... Ik denk, ja, 2 hier beneden. Dus in totaal 10 keer 100 blokken. Dat is in totaal 1000 blokken. Very nice. Oké, ik kan een enchantment table maken.
Bam! Enchantment table is gemaakt. Ik heb ook direct een trophy van Enchanter. Ik wil mijn enchantment table hier zetten. Ik ga dan zo. Oei, ik heb het gevoel dat ik een snellere pickaxe heb, maar het is niet zo. Oh shit, daar is lava. Fuck. Oké, ik ga dit even uithakken en alles doen. En dan ben ik terug nadat dit allemaal klaar is. Dus, yeah. Oké, het is af en ik heb de obsidian van door de lava die ik met de water in de lava heb gemaakt, heb ik gebruikt als grond. En ja, ik vind dit er wel vet uitzien. Hier moeten natuurlijk ook nog allemaal boeken langskomen. Maar we hebben nu al sinds een enchantment table en dan kunnen we eventueel dingen hier opzetten. Maar op dit moment heb ik daar nog niet zoveel nood aan. Ik kan het wel even proberen natuurlijk. Ik weet niet hoeveel lapis ik daarvoor nodig heb. Oh, één voor de eerste keer. Okay, ja, de... Ah nee, wacht. Ja, oké, okay, wacht. Ik ga heel even gewoon. Ik heb niet eens genoeg levels, denk ik. Normaal had je 30 levels nodig voor de eerste, denk ik. Voor de laatste. Dus ik kan zo. Ik kan er een knockback op zetten als ik wil. Unbreaking. Smite. Waarom ik niet? Maar dat ga ik nu allemaal nog niet doen. Want dat ga ik pas doen als ik echt gewoon genoeg diamonds heb voor volledig diamond te maken. En ja, uiteindelijk wordt het dan ook netherite. Maar ik heb dit alleszins al. Ik ga voor de volgende aflevering kijk aan boeken werken. Voor hier allemaal dingen. En in de volgende aflevering ga ik waarschijnlijk met Rune een beetje verkennen. En ja, eigenlijk hetzelfde als de vorige video met Rune. Maar dan in een andere richting en gewoon zien wat we daar allemaal vinden en allemaal tegenkomen. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ik persoonlijk vond hem zelf heel leuk om te maken. Maar tot de volgende video. Yo, yo, yo. Nå heier nærmest sjeis for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en løsning.